Ik weet nog niet echt of deze lipkleur nou echt mijn lipkleur is. En of ik het een beetje overdone heb met de lip liner. Aangezien mijn mondhoek ook alle twee zijn uitgescheurd. Ik ga er even bij zitten. Hallo, welkom bij een nieuwe video. Met Rianne Meijer. Oh, ik dacht, wat voel ik in mijn nek? Maar ik had hier nog een speldje zitten. Dat is niet fijn. Oké. Welkom bij een nieuwe video. Ik had in mijn vorige video gevraagd wat zouden jullie leuk vinden om te zien. En 1 à 2 van die dingen waren zijn home tour en de closet tour. Dus ik dacht, weet je wat? Het is donderdagavond, ik heb niks te doen. En het is nog licht buiten, wat echt bijzonder is. Laat ik dat maar eens even gaan filmen. Ik ga jullie even laten zien wat wij ervan gebakken hebben. Zal ik mijn haar los doen of zal ik mijn haar vast doen? Los. Vast. Los. Home tour, tijd! Laten we beginnen met deze mooie hoop vuilnis hier in de hoek. Dit is een dingetje. Weet jullie nog dat ik heb gevraagd waarvoor we deze mand konden gebruiken? Obviously is dat dus een sjalen slash dekentjesmand geworden. Thanks voor alle tips. Ik heb echt heel veel tips op deze mand gehad. Dus echt zeg maar heel veel tips. Dus dank jullie wel. Keuken. Afwas. Dat mag Roy doen vandaag. Zijn beurt. Oké, Roy zegt dus altijd als hij gekookt heeft dat ik dan de vaatwas moet inruimen en alles moet doen omdat hij gekookt heeft en dat ik dan zijn shit moet opruimen. Aangezien hij altijd kookt, moet ik dus altijd zijn shit opruimen. Wat prima is, want hij kookt. Maar nu heb ik 2 dagen geleden gekookt voor hem, boodschappen gehaald en gekookt. Dus nu mag hij mijn shit opruimen. En ik laat het hier staan totdat hij het opruimt. Het staat hier nu al 2 dagen, maar ik ben een volhouwer. Oké, in ieder geval, dit is dus de keuken geworden. Leuk kookboekje erbij, net alsof wij hier thuis heel veel koken. Ik doe mijn make-up dus hier in de keuken. Omdat hier natuurlijk het beste licht is. Best wel confronterend met daglicht elke ochtend. Maar beter daglicht dan geen licht, zeggen we dan maar. Messenblok van mijn ouders gekregen, top. We hebben dit allemaal, we hebben een koffiezetapparaat. Helemaal top, helemaal top. Helemaal leuk, leuk plantje. Peper en olie. We zijn van alle markten thuis. Nou, dan gaan we naar deze tafel. Deze tafel is van Loods 5. Ik ben nog steeds super blij met deze tafel. Het is echt heel fijn hout. Hoeft ook geen onderzetters op zich erop te gebruiken. Stoeltjes zijn van de IKEA. En paaseieren zijn van de Yamin. Nee, grapje, dat weet ik niet. We hebben een ananasplant ook. Hoe leuk is dit? En ik ben heel benieuwd wat jullie van deze schilderij hier vinden achter mij. Ik heb nogal verschillende meningen hierover gehoord. De een zegt leuk, de ander zegt symmetrisch en de ander zegt creepy. Het is dus Roy's geneeskunde dingetjes. Dit zijn de longen, de hersenen en het hart. Ik vind het wat hebben. Ik vind de lijsten semi goedkoper uitzien. Maar het hangt nu al, dus we laten het maar even hangen. Oké, we gaan verder. Prullenbak met dode bloemen. Oh ja, kast. Dit is geweldig, deze kast. Glazen, borden, boeken. Deze leuke plant heb ik gekregen van Roy voor Valentijnsdag. En die is lekker aan het groeien, daar zijn we hard mee bezig. En dit gietertje is echt geweldig. Grote tip voor iedereen. Het gietertje is van de H&M Home. Kost echt letterlijk 10 euro of zo. En dit is onze sfeertafel. Wat vind je daarvan? Dit is mijn favoriete foto ooit met mijn vader. Sorry, maar dit is toch echt te fucking cute. Kijk nou, hoe leuk. Ik zou letterlijk aandoen wat ik hier aan heb. Het is zo leuk. Mijn haar is zeg maar precies hetzelfde als mijn haar nu. En dit is mijn kat van vroeger. Echt leuk. Deze lijsten. Ik heb best veel posters en lijsten in het huis. En die zijn allemaal van Decennio. Dan weten jullie dat. Niet allemaal trouwens. Ik zal zo meteen even aangeven welke er niet van zijn. Maar de meeste wel. Oh, dit is een dingetje. Hier hebben wij dus een lege hoek in het huis. Lege hoek. Hierin zou ik dus heel graag een hele gigantische boom of gigantische plant willen hebben. Die bijna tot aan het plafond komt. Met een hele grote mooie pot. Dus daar zijn we nog naar op zoek. Nou, zo doorgaan zijn we binnen 2 minuten klaar. En dit is de enige echte bank.
Geweldige bank is dit, jongens. Al zijn we hier blij mee. Dit is echt onze trots van het huis. Echt, de kleur is top, want het is een soort van hele random kleur. Het is niet bruin, het is niet grijs, het is niet groen, het is niet paars. Het is gewoon de bank. Het kleedje heb ik besteld online. Is dus echt super lekker fijn, best wel groot kleed van Maison Riviera. De bank zelf is van Amsterdam. Nee, is van Decor Amsterdam. Kussentjes zijn van Loods 5. Dingetje wat heel grappig is, ik woon nu dan 2 maanden echt in mijn eigen huisje, samen met Roy natuurlijk. En daarvoor woon ik altijd met huisgenoten en ging ik altijd in een huis wat al van andere mensen was, wat al ingericht was. Was nooit echt mijn eigen huis. En daarvoor woon ik natuurlijk bij mijn ouders, wat ook niet echt mijn eigen huis was. En dat was tot met mijn 24ste eigenlijk, heb ik echt nooit iets gegeven om interieur. Het boeide me echt geen fuck, het boeide me echt niet hoe alles eruit zag. En ik zou never nooit bloemen kopen of wat dan ook. En nu woon ik 2 maanden op mezelf en heb ik denk ik echt al 10 keer bloemen gekocht. Dus, als jij bij jezelf denkt, ik ben echt geen bloemenmeid of het boeit mij niet hoe mijn huis eruit ziet. Give it a shot. Je weet het niet. Op 1 dag ga je je eigen huisje huren, ga je eigen huisje kopen en denk je, oh my god, I want to buy some flowers for my home. Dat had ik ook. Ik was heel verbaasd, maar ik heb er nog steeds. Ik heb vandaag weer bloemen gekocht. Dus ja, dat is misschien een goed vooruitzicht. Of een heel zonde van je geld vooruitzicht. Het is maar net hoe je het wil zien. Oké, we gaan verder. Deze tafel is van bol.com. Hoe geweldig. Het is echt een super lage tafel. Hij kost echt niks. Hij kostte €50 volgens mij. En ja, het is gewoon een soort van riet. Gewoven, gevlochten. En het is geweldig. Bloemetjes erbij. Oh, deze onderzits heb ik van mijn verjaardag gekregen van Nathalie. En I love them. Ze zijn van de Zara Home. Echt top. Meiden, ik geef jullie 1 tip. Koop nooit een PlayStation voor je man. Grootste fout van mijn leven. 3 dagen geleden gekocht. De man is alleen nog maar aan het PlayStationen. Ik dacht, dat is leuk, weet je. Dan zit hij niet de hele tijd om mij heen te hangen. Heeft hij ook een keer wat te doen. Is een leuk gebaar, weet je. Kan niet beter. Ja, hij komt thuis, hij gaat gewoon gelijk zitten PlayStationen. Praat er niet eens meer met elkaar. Nee, grapje, ik vind het nog steeds heel leuk dat ik het heb gegeven, maar weet wat je doet, want wat je doet is heftig. Oké, deze dingetjes hier allemaal zijn dus allemaal van Charlotte Rice. Dit heb ik ontdekt in Kaapstad, of nou, Keesje heeft dit ontdekt in Kaapstad en heeft het mij verteld. En nu heb ik het ook allemaal. Dit is dus een soort van homespray idee. Het is geweldig. Deze geur is zo lekker. Ik kan het niet over uit hoe lekker het is. En ik hou helemaal niet zo van geuren. Dat vind ik niet zo boeiend. Maar zij liet mij dit ruiken. En ik dacht, oh my god, dit moet ik hebben. Het is dus geur nummer 17. Nou, dat kan je niet zien. Het is geur nummer 17. En het is, ja, super lekker. Oké, deze baby. Echt de vetste foto ooit. Heb ik gekocht een paar dagen geleden. Waterlooplein. En daarnaast de New York en de Leo. Met wat mooie rozen. En de Barcelona chair. Staat er ook gewoon. Kleed is trouwens van de Zara. Ja, dit is een soort van rommel tafeltje. Roy's medische dingen zijn weer een beetje aan de kant geschoven hier. Sorry, ik zal hem eventjes een plekje geven in het huis waar hij meer tot zijn waarde komt. Alsjeblieft. Oh ja, dit is ook nog zo'n ding. Dit vind ik dus een beetje... De positie is niet helemaal, de dingen die erop staan zijn niet helemaal. Het zijn echt geweldige kaarsen, maar ze komen totaal niet tot hun recht. Dus dit is een mwah gevalletje. Dus, gaan we weer. Als je hier iets leuks voor weet, let me know. Want het is nogal een soort van random ding in het huis. De slaapkamer. Bedje, helemaal top. Ja, dit is dus net gevallen. Maar ik ben altijd heel slecht in glas en steen opruimen. Dus ik dacht, dat laat ik even liggen voor als Roy thuis komt. Zo'n leuke vriendin, dat is niet normaal. En dit is de helft van de kledingkast. Ja, nou, laten we daar maar even voor gaan zitten, zeg je dan, hè? Oké, hoe ga ik dit doen? Nou, dit zijn dus allemaal truien, bloesjes, jasjes en tassen. En dit zijn onze wasmanden. Hier heb ik al mijn zonnebrillen, sieraden, kaarsjes. Het ziet eruit alsof het echt super fancy is allemaal. Wasrekkie,
bol.com. Toppen. Ja, dit is onze wastafel geworden. Die twee mandjes zijn top. Die is voor Roy, die is voor mij. Daar zit ook heel veel van mij in. Daar is niks van Roy in, snap je? We doen de handdoeken hier heel leuk opvouwen. Heb ik van Roy's moeder geleerd. Dit geeft nogal een artistieke vibe aan het huis. Vind je niet? Ja. Het is heel origineel. Ik kan je best uitleggen hoe je het moet doen. Heb ik geleerd van Roy's moeder. Bedankt. Wacht. Ja, sowieso dat iedereen wel weet hoe hij dit moet doen. Laat maar. Ja, heb ik deze leuke mandjes voor al mijn spulletjes. Heb ik van Vivian geleerd. Dit schaaltje ook super leuk. Super goede tip voor dagcreme is deze. Deze. Nou, laat maar zitten. En dit is de bad. Met wat badspulletjes. En dan last but not least, de wc. Ja, hoe leuk is dit? Ja. Volgens mij heb ik alles gehad. Zo, ik heb nooit zoveel gepraat in 10 minuten. Of nou ja, nee, dit filmpje. Ik heb nu echt wel een half uur aan het opnemen, denk ik. Nou, laat maar gewoon weten als je nog vragen hebt. Als je denkt van, hé, waar is dat van? Of, hé, waar heb je dat gekocht? Let me know in de comments. Ik zal gewoon antwoorden als ik het antwoord weet. Maar eerst nog even hier genieten, hoor. Oh. Wow.